Als je in een zaal zit en je weet het duurt 2 uur, is allemaal onderzocht. Per definitie heb je aan het eind van je training, van je communicatie, van je telefoongesprek, van je WhatsApp. Per definitie heb je aan het eind van je communicatie weer 100% aandacht. En als je dat weet, waarom zou je het niet gebruiken? Denk maar aan, krijgen we hierna nog een spreker of gaan we aan de koffie? Krijgen we huiswerk op middelbare school? Misschien vat hij het nog even samen. Misschien zegt hij nog wat interessants. Maar als je weet dat je aan het eind sowieso 100% aandacht hebt, gebruik het dan ook. Want ook jullie willen met je trainingen maximale impact creëren bij je trainees. Dus als ik niet weet naar welk punt ik aan het toewerken ben, dan komen jullie er niet achter. En we noemen dat punt in een Engelstalige term het activating moment. Het moment van activatie. Vertaal het gewoon met wat is je doel van je communicatie.